Ja, een versleten heup wil zeggen dat zeg maar, het kraakbeen van de kop van het bovenbeen en het kraakbeen van het kommetje, dat die dat eigenlijk daartussen uitgesleten zijn. En dat betekent dat je als je zeg maar, het kraakbeen zeg maar, het kommetje hebt en je hebt hier de bol van de bovenbeen. Het is eigenlijk een soort kogelgewricht. En als dat kraakbeen ertussen uitslijt, want het kraakbeen zorgt voor zeg maar, normale, soepele bewegelijkheid van de gewrichten. Als dat kraakbeen ertussen uitslijt, dan krijg je pijn en functieverlies van dat gewricht. Dus je kan je heup minder goed bewegen en het gaat pijn doen. Met schoenen aantrekken, sok aantrekken, dingen oppakken vanaf de vloer of zo. Dat zijn allemaal dingen waar je dus beperkt wordt in je bewegingen. Ja. Alhoewel het fietsen, dat ging nog redelijk goed. Ja. Het wandelen daarentegen dus helemaal niet. Heel specifiek voor slijtage in de heup is pijn in de lies. Die uitstraalt meestal aan de voorzijde van het bovenbeen tot aan de knie. En het komt dus ook voor dat mensen bij je op de polykliniek komen en zeggen: ja, ik heb vreselijke pijn in mijn knie. En dan blijkt dat ze gewoon echt alleen maar slijtage hebben van de heup. Dus op die manier kan het ook nog wel eens verraderlijk zijn ook. De voornaamste oorzaak van een versleten heup, dat is dat we niet zo goed weten wat de oorzaak is. En dat noemen we dan primaire slijtage van de heup. En dat betekent eigenlijk dat het ja, eigenlijk past in het verouderingsproces. Maar dat er geen duidelijk aanwijzbare oorzaak voor te vinden is. Er zijn natuurlijk wel een aantal gevallen waarbij er wel een oorzaak voor de slijtage aanwezig is. En dat is bijvoorbeeld bij reumatoïde artritis, dus echt bij reuma. Maar ook bij aangeboren onderontwikkeling van de heupen. En we zien het ook wel eens na ongevallen. Dus dan is er wel duidelijk bekend wat de oorzaak is. Ja, een heupprothese is noodzakelijk als zeg maar, de pijn en de functiebeperking dusdanig wordt dat je eigenlijk niet meer goed kan functioneren. Dus als je onvoldoende kan lopen, je onvoldoende kan bewegen en veel pijnklachten hebt, dan is er een goede reden om er een nieuwe heup in te zetten. En als dat dan gecombineerd is met op de foto een duidelijke slijtage, ja, dan is er een goede reden om een prothese te plaatsen. Als je heel jong bent en je gaat toch over tot het plaatsen van een heupprothese, ja, dan moet je er ook een beetje van uitgaan dat je zo'n heupprothese die ja, gemiddeld 15, 20 jaar meegaat, dat je die dus ook een keer moet gaan vervangen. En dan is het ook zo dat ja, nu doen we die vervangingsoperaties al heel vaak. En we zijn daar nu veel beter in dan 20 jaar geleden. 20 jaar geleden dachten we dat zo'n heup, ja, die kon je maar één keer plaatsen. Maar ja, daar zijn we natuurlijk zo langzamerhand van afgestapt. En in de toekomst gaan we daar ook alleen maar beter in worden. Dus je trekt wel een beetje een wissel op de toekomst. Maar als je kijkt naar de kwaliteit van leven, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je ook, juist als je jonger bent en daardoor invalide raakt, dat je toch kiest voor een heupprothese. Ja, het levert bewegingsvrijheid op. Dus het levert op dat je weer kan staan, kan lopen, je kan bewegen zonder pijn en dat je gewoon weer een eindje lekker kan wandelen en kan fietsen en eventueel ook weer wat aan sport kan doen.